Leuk dat jullie kijken. Vandaag is bij ons Fenna. We zijn al een keertje bij jou geweest. Ja, dat in klopt. Tilburg. Ja. En vandaag is Fenna bij ons. Vandaag ga je op Verona rijden. Ja, dat klopt. We hebben het gepikt van Romy van Snoetebol. Ik zeg altijd Snuitebol, maar het is Snoetebol. Romy, bedankt voor het idee. Super idee. Dus Verona gaat straks met Fenna over de hindernissen heen. Heb je al vaker gesprongen? Ja, maar de laatste tijd niet meer zo vaak. Dus het wordt spannend. Verona is heel makkelijk, dus dat scheelt enorm. Nou, we zijn bezig met Verona het springklaar te maken, toch? Toch, ja. Tess? Ja. Met Fenna. Fenna gaat het allemaal in elkaar zetten. Nee, ja. Ze staat zo goed. Succes. Verona wordt helemaal klaargemaakt voor het springen. Toch, Verona? Ben je er ook helemaal klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ach, dat dacht ik al. Goed bezig, Verona. Fenna is die... Hoe heet dat nou? Scheenbeschermers aan het omdoen. Met... Scheenbeschermers. Ja, dat is Rick, hè. Die heeft er echt heel veel verstand van. Ja. Ze heeft zelfs een speciaal hart voor paarden dekje op. Ik zeg helemaal klaar voor het springen. Nou, zullen we het zadel op doen? Goed idee! Ja. Daar gaan ze. Op weg om te gaan springen. Corona wordt gewoon voor mij meegenomen. Tuurlijk. Wat een luxe. Oh, maar ik vind het echt leuk. Oké. Ja? Oké, ik ga het proberen. Even hier komen staan, Rick. Of op de water, Rick. Hier. Oh, dat mag ook. Zo, oké. En de teugels. Oh, ik heb er vast. Ja? Oké. Okay. Soepeltjes. Deze is wel heel erg cool. Dat is mijn maat. Deze is kindermaat, denk ik. Dat is mijn maat. De andere. Nou, ga ik gewoon even instappen. Ze is dus warm vandaag. Dus daar houdt zij op zich niet heel erg van. Dat ze er heet van wordt, dat ze sneller moet. Ja, dus rustig aan. Nou, ik doe altijd sowieso 10 minuten gewoon instappen met niks. En dan, tenminste, kan wel op de deur rijden. En daarna kan je gewoon hier kan je gewoon instappen, draven, galopperen, gewoon inrijden. En dan gaan we daarna ook naar. Ja, dat is goed. Die kant op. Have fun. Dank je. Oh, dit staat wel heel gek. Filmt. Goed idee! Ik ben heel blij van worden ook. Laat het lichte werk maar aan mij ook. Ja, nou, ik vond Verona in het begin wel heel erg wennen. Ik moest echt even de knopjes vinden en zo. Maar ja, je merkt gewoon dat ze springen zo leuk vindt. En ik had ook net bij een paar sprongen, ik dacht, ik geef gewoon de teugels. En mijn been hou ik wel een beetje aan, hè. En ja, ze deed het gewoon lekker vanzelf. Ze dacht, oh, ik neem het al over. Ja. En dan sprong ze het gewoon goed. Ja. Dus ja, het is echt een toppaard. Zo. Yay! Ik wil bij een toppoer zeggen. Ja. Ja, ze vindt springen heel leuk. Maar ik vond eigenlijk dat het wel heel relaxed deed, het tweede rondje. Ja. Dat het eigenlijk wel heel goed ging. Ja. Ja. Ja, het voelde echt ook heel goed. Nou, nou dan gaat ons Tessatje even uitdraven, stappen. Ja. Ja. Tessatje is even aan het uitdraven en stappen, heeft ze wel verdiend. Het is echt heel warm. En uiteindelijk heeft ze heel netjes gesprongen, dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar ze was eventjes wat wild. Nee hoor, niet wild. Ze was wat snel. Fenna die zit nu ook even rustig bij te komen. Yeah. Flesje water erbij daar. Yeah, zo. Daar. Even relax. Hoe vond je het vandaag? Ja, heel gezellig. Ik ook. Yeah. We hebben net een hapje en een drankje gedaan. Dat is best wel warm. Mm-hmm. En het duurde ook even voordat Verona helemaal into the mood was. Dus het duurde best wel lang. Yeah. Ja, lang. Maar ja. Je mag wel wat harder praten, sorry. Rebecca Klokkenstel. Hoe vond je het springen? Ja, heel leuk. Ja? Ja, ik had al een tijd niet meer gedaan.
Maar het voelt wel weer goed om dat even weer te doen. En vooral met Verona, omdat zij het gewoon, ja, gewoon zelf kan eigenlijk. Ze heeft niet eens een ruiter nodig, bij wijze van. Ja. Ik zag bij Romy ook dat ze snuitje vrij liet springen. Nou, dat wil ik met Verona ook nog een keer gaan proberen. Want die is inderdaad zo van, oh, daar is een hindernis. Nou, weet je wat, daar ga ik er wel over heen. Ja. Dus misschien dat dat met haar ook wel werkt. Ja, in ieder geval leuk dat je er was. En ik kom graag weer een keer bij jou. Ja. Lijkt me leuk. Okay. Ik kan Tessa een keer op Noora rijden. Oeh, spannend. Tessa op Noora. Maar Noora is niet zo snel, toch? Nee, nee, nee. Die is wel chill, toch? Ja, ja. Die kan makkelijk een ruitertje zoals Tessa aan. Die is daar wel lief voor. Dat is wel heel leuk. Ja, Romy, je ziet, we hebben echt die idee gehad. Ja. Oké, okay, nou, allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet even op het kanaal van Hoefwijzer te kijken van Fenna. En je hebt ook Fenna van Dam. Ja, maar ik denk dat de paardenkijkers Hoefwijzer wel veel leuker gaan vinden. Dus dan raad ik je dat aan om daar even te gaan kijken. We hebben link in ieder geval Hoefwijzer. En vergeet niet op ons kanaal ook te abonneren. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doei! Doei! Doei!